Ja, en werkzaam in de culturele sector zijn natuurlijk niet alleen de artiesten. Er zijn ook zoveel mensen daaromheen. En dan hebben we het over de visagie en de catering. Maar ook, heel belangrijk, over de theatertechnici en trailerchauffeurs. En alle twee. Jij bent het alle twee. Ja. Gert van Eldra. Zeker. Fijn dat je er bent. Dank je. Je bent theatertechnicus en trailerchauffeur. Ja. Hoe combineer je die twee? Dus je rijdt de vrachtwagen met alle spullen en dan stel je het zelf ook op bij een voorstelling? Ja, nee, het is ontstaan. Ik wilde vanaf kinds theater in, maar ik ben niet geschikt om op de planken te staan, zoals velen van ons vinden, maar we willen er wel iets mee doen. En daar vinden we onze passie in. En dat is helemaal goed. Maar ja, we moeten met spullen werken. En in Theater Nederland is het zo dat wij elke dag onze spullen meenemen. Er moet toch iemand dat ding rijden? Ja. Dus ik zag gewoon als ondernemer een kans om jezelf interessant te maken. En met een beetje de achterliggende gedachte, als theater niks wordt, kan ik altijd nog vrachtwagen rijden. Ja. Dus daar zijn we nu. Ik wou zeggen, want de combinatie zie je niet vaak. Ja, die maar zie je wel, maar wat minder opvallend. Ja. Of heel veel jongens zeggen, ik ben gewoon theatertechnicus. Ja, maar ik ben ook gewoon vrachtwagenchauffeur. Ja. En ik geniet ook gewoon van in die wagen zitten en er dingen meenemen. Door het land rijden, ja. En je zei, en daar zijn we nu. Bedoel je daarmee dat het theatertechnische gedeelte nu stilstaat, maar dat je nog wel kan rijden? Ja. Maar de evenementen en de voorstellingen liggen natuurlijk ook stil. Dus wat rij je dan? Ik ben net zoals Robin, die laatst zat, chauffeur bij PostNL. Wij zijn het gat ingesprongen van het werd druk bij Post. Maar we kregen te horen, we mogen niet meer het theater in. De voorstellingen waarmee wij op pad zijn, die mogen niet doorgaan. Van, er zijn gewoon te veel mensen in een gebouw aanwezig, daar stoppen we mee. Oké, prima, maar dan heb ik dus iets achter de hand. Dus de dag nadat het bekend werd, dus om 7:00 s'avonds hadden we de persconferentie. En de volgende dag had ik al een aantal telefoontjes, contacten. En zodoende kwam ik bij een organisatie terecht die zegt, ja, wij weten wel plekken voor chauffeurs. En dat heeft een week geduurd. En de concrete vraag kwam of ik ergens op gesprek kon om aan de slag te kunnen. En dat bleef niet alleen bij mij. Er werd gevraagd van, joh Gert, ken je er nog meer? En ik heb ook niet één organisatie aangeschreven. Ik heb er meerdere aangeschreven, want ik weet dat wij met velen zijn en we zijn allemaal gepassioneerd. En er zijn een aantal die gewoon directe kwalificaties hebben om gelijk aan de slag te kunnen. Maar je hebt dus supersnel geschakeld. Want je hebt de bewijsspreker niet eens laten bezinken van, mijn leven stort in, hoe bezinken. Erg is dat? Toen kwam die appgroep van die barbecue. Maar toen zat ik in het café met een aantal jongens van, ja, oké, even lollig. We kunnen weer een avond gewoon met z'n allen bier drinken. Dat gebeurt bij ons niet zo. Dus dat was even kortstondig. Even kortstondig feest. Ja. Gewoon op onze eigen manier. Maar daarna was het realiteit. Oké, inkomsten gaan wegvallen. Nou goed, ik ben een gezond ondernemer. Dus ik heb buffers zat. Maar toch wil ik niet zorgen dat ik wil die buffers niet kwijt. Nee, ik wil je wil ook aan de slag natuurlijk gewoon. En ik wil aan de slag. Blijven, ik kan 5 seconden stilzitten en daarna is klaar. Wij willen gewoon graag door. We willen gewoon het mooiste maken op de meest gekke plekken voor de interessantste mensen. Dat heb je zonder meer gedaan. Ja. Is dat nou fijn dat je werk hebt? Super. Ja. Fijn dat je snel aan de slag kon, gewoon financieel gezien. Maar is het hetzelfde? Ja, het is niet. Dus de vraag stellen is het maar beantwoorden. Het is niet hetzelfde. Maar hoe is dat om nu Post in je wagen te hebben in plaats van versterkers en microfoons en decorstukken? Anders. Heel anders. Je zit in een ritme wat iemand bepaalt voor je aan de hand van een lijstje. Er komt vandaag, begin jij zo laat en dat kan echt op de minuut nauwkeurig wordt dat dan gezegd. En jij gaat, pak deze vrachtwagen mee, je gaat daar laden, daar lossen, mag je daar stilstaan, dan weer daar ergens weer laden, lossen en dat gaat zo door. Ja, hoe verschilt dat bij techniek? Een voorstelling, Nou, dan heb je ik heb dan altijd de toffe kikker van, we verplaatsen een productie. Ja. En we verplaatsen magie die we elke keer weer opbouwen. Mensen hebben geen idee van wat ons vak inhoudt. Je moet een dag meelopen en mensen staan versteld. Die vragen ons ook, oké, wat doe je de rest van de dag als de mensen niet op het toneel staan? Zeg je, dus echt geen idee? Dat is allemaal prima.
Dat ja, want, want dan zijn jullie druk bezig, hè? Opbouwen. Ja, opbouwen, ik ben afwegen. Altijd versteld over een alle stukje techniek. Rijden. Van ja, Rotterdam-Leeuwarden is gewoon 2,5 uur met de vrachtwagen. En dan moeten we nog aan de slag gaan. Dus het zijn volle dagen. Het zijn behoorlijk volle dagen. En je slaapt weinig, maar in dit geval, je verplaatst de rolcontainers met pakketten. Je ziet de pakketten, maar het interesseert je niet wat de pakketten zijn. Het interesseert je gewoon dat het in de vrachtwagen zit, dat het verplaatst wordt. En dat je aan het einde van de dag kan zeggen, er is niks kapot gegaan. Ik heb alles netjes verplaatst. En dat is het. Ja. Dat is de uitdaging die je ervan krijgt. Meer is er niet. Dus je mist het Ik mis het sociale met mijn collega's. Het samen opbouwen, samen afbreken. Een productie is je familie gewoon tijdelijk geworden. En je dat mist, hoor ik van meer mensen. Ja, dat is intens. Omdat je gewoon je bouwt op elkaar. En het is ook het mooie als reizend technicus. Je familie is niet alleen de ploeg en de acteurs die je bij hebt. Maar ook die in een ander theater. En het is gewoon elke keer weer opnieuw thuiskomen. Ook al zijn er genoeg rotte appels, daar vloeken we op. Maar we komen wel elke keer weer bij een ander nieuw huis. Een ander nieuw deel van je familie kom je weer tegen. Ja. En ja. Dat heb je nu niet. Nee. Nee, dat mis je gewoon echt heel erg. Jij wilde hier jouw stem laten horen voor Cultuur in Actie. Ja. Wat was precies de reden dat je hier wilde komen? Dat er gewoon. Wij zijn helden op de achtergrond. Worden zeker. Altijd genoemd. En wij zitten niet graag hier. Wij zitten niet graag in het lampje. Wij zitten achter de tafel, achter de camera en dat soort dingen. En ik ben een van de aantallen die dan zegt: oké. Okay, ik ga het wel doen. Ik ben de vertegenwoordiger van een hele groep mensen. En niet alleen het cijfer, maar gewoon echt. Als ik zeg, ik vertegenwoordig een heleboel, dan weet iedereen die zich aangesproken voelt, dit ben ik. Ja. Super dat je dat doet. En hoeveel mensen zitten er voor jouw gevoel virtueel achter jou? Ja, in een stadion vol. Maar er gaan 88 mensen op de teller erbij. Ontstaan van de producties die concreet stonden voor de komende 6 maanden. Mm-hmm. Mijn directe en collega's. En ik zit in een broodfonds met culturele jongens en meisjes die allemaal stil liggen. Ik heb geen inkomen, zij hebben helemaal niks. Dus jij spreekt ook voor hen? Zij zitten daarbij. Oké. Okay. Super. 88 tellen we erbij. Heel fijn dat je inderdaad toch even één keer voor de camera wilde om dit verhaal te vertellen. En ik hoop dat je heel snel weer versterkers en lichtapparatuur in je wagen hebt in plaats van post. Ja. Oké, zet nog je handtekening als je wil. Oké, en dank dat je er was. Absoluut.